Hallo, Sven hier weer van Nature's Best. Ga nu een video maken over het prepareren van een mot. Dit is Antarina suraca. Ik heb deze mot zelf gekweekt. Het is een mannetje. Hij is inderdaad heel erg kapot. En dat is wat er meestal gebeurt met motten en vlinders in gevangenschap die gekweekt worden. Vliegen zelf kapot tegen de wand van de kooi. De grootte van de kooi maakt niet uit of de kooi nou 30 op 30 centimeter is of 30 op 30 meter. Ze vliegen zichzelf kapot. Dat is iets dat ze doen. En dit is een mannetje. Kan de antennes. Oké. Misschien niet. Antennes kan je zien. Redelijk dikke antennes. Heel fluffig. En ja, prachtige ogen. Ik ga zo meteen laten zien hoe ik deze opzet. Ik heb hier nog een vrouwtje. Zijn allebei natuurlijke dood overleden. Het vrouwtje ziet er nog prachtig uit. Niet kapot. Dit komt omdat de vrouwtjes lui zijn. Ze vliegen niet, ze wachten op een mannetje. En je kan zien dat de. Wow, mijn excuses. Dat antennes dun zijn en. Niet zo groot. Daarom herken je meestal de vrouwtjes. De achterlijf is dikker. Op de kleur moet je niet letten. Dat is, kan variëren tussen verschillende mannetjes en verschillende vrouwtjes. Oké, ik ga nu de camera neerleggen. En laten zien hoe de mot geprepareerd wordt. Wat ik nu doe is op zoek naar de juiste naald. Eens kijken. Er zijn verschillende diktes van naalden. Van maat 000 tot en met maat 7. 7 is een gigantische maat voor grote tropische insecten. Maat 000 is echt een hele dunne maat. Wordt vrij weinig gebruikt om daadwerkelijk door insecten te steken. De eerste stap is om. Een naald door het borststuk van de mot te steken. De mot is dood, voelt hier niks van, heeft hier geen last van. En vervolgens de mot te spreiden op het bord. Hiervoor hebben we papier. Dit is papier dat vochtafstotend is, althans geen vocht vasthoudt. Een beetje waxachtig. Dit is het beste voor de vleugels van de mot of vlinder. Vervolgens is het vrij simpel. Pak het papiertje en je spreidt de vleugels uit. Ik moet nu een beetje moeilijke hoek werken. Moet goed kunnen filmen, maar dat maakt niet uit. Vervolgens verplaats je de vleugels met een pincet naar de houding waarin jij de vleugels wilt hebben. En je zet de vleugels vast met naalden. Niet door de vleugels, rond de vleugels. Daarmee hou je de vleugels op zijn plaats. Vervolgens. Pak je de ondervleugel vast. Breng je ook naar waar je hem wil hebben. Je kan hem op zijn plek houden met je vinger. Het zal per persoon verschillen hoe je precies de naaldjes plaatst. Hoe je de vleugels zet. Sommige mensen houden meer van een wetenschappelijke preparatie. Of eentje die de vleugels in zijn totaal laat zien. Andere mensen houden meer van een natuurlijke preparatie. Waarbij de vlinder lijkt alsof hij nog leeft, alsof hij gewoon in rusthouding is. Dit is niet mijn doel. Dus ik prepareer de vlinders ergens tussen een wetenschappelijke preparatie en om zoveel mogelijk van de vleugels te laten zien. Ik heb er nooit een opleiding voor gevolgd, het is allemaal hobby. Dus ik kan niet beweren dat ik het perfect wetenschappelijk prepareer.
al doe ik mijn best. En ja, je kan werken met een lineaal en opmeten of alles mooi symmetrisch is. Ik vind het zelf onnodig. Het hoeft niet perfect te zijn. Dat geeft het juist wat, wat karakter. En zo is een mot al ver geprepareerd. Deze gaat heel erg makkelijk. Deze mot heeft een natuurlijke dood gestorven, is vers gestorven. Heeft even in de vriezer gezeten, om zeker te weten dat hij dood is. Ik wil geen levende mot prepareren, dat zou vreselijk zijn. Je plaatst het achterlijfje zoals je het mooi wil hebben. Vervolgens de antennes. Eens kijken. Zo, yep. Oké, prachtig. Oké, ik ben tevreden. Ik heb dit zomaar snel opgezet, omdat ik niet wil dat de video te lang is. We zitten inmiddels op 6 minuten. Dit is het principe van een mot opzetten. Hierboven nog een atlas mot. Een stukje groter. Maar allebei prachtig. Ik hoop dat het informatief was. En tot de volgende video.